lepeltje. Ik ben Mustafa Sadat. Mijn voornaam is Mustafa. Maar mijn roepnaam is Sadat, dus iedereen kent mij als Sadat. Ik ben 19 jaar oud. Oh. Voetbal is eigenlijk voor mij een medicijn. Want ik heb veel dingen meegemaakt in mijn eigen land. Ik kom eigenlijk uit Afghanistan. Toen ik 15 was, ben ik in Nederland gekomen. Met vliegtuigen en zo, allerlei dingen. In het begin was het heel moeilijk voor mij om te wennen. Nederlands leren, school, cultuur, mensen leren kennen. In het begin was het wat moeilijk. Als je sport, dan ga je bij Nederlandse jongens, of tenminste Nederlandse jongeren, dan leren te praten. En dat is ook heel goed voor je Nederlands en voor je toekomst. En mensen leren kennen. Tosti? Gewoon kast erin en... Hamkaart, oké. Okay. Ik werk bij kantine, vrijwillig. Mensen helpen hier trainen. Want ik moet ook hier betalen, want het hoort bij. Dus dan werk ik vrijwillig, dan hoef ik niet te betalen. Want dat vind ik heel fijn. Kijk eens, je toestie. Dankjewel, vriend. Ik ben een keeper. Dus eigenlijk ook een belangrijke man in het team. Bij mijn team zitten Nederlandse jongens. Nog twee Afghaan en plus ik. Dus drie buitenland en er is Nederlanders. En die twee Afghanen zijn ook hier, denk ik, geboren. Heel leuk team, heel vriendelijk. Ik heb in korte tijd wel twee goede vrienden gemaakt, drie. Echt, dus er is iedereen aardig tegen elkaar. Ja, een wedstrijd gaan we wel een beetje mopperen tegen elkaar, maar dat hoort ook bij. Zoals wij uit het veld zijn, dan gaan we leuk doen, drinken bij de kantine, leuk, gezellig. Ook bij training altijd leuk. Als je twijfelt, dan gaat het mis. Gewoon met 100% doen. Gewoon samen doen, gewoon elkaar begrijpen. Gewoon kijk, als jij wel cola drinken, mag je doen. Als je wel biertje drinken, gewoon wat jij wel drinkt, wat je geniet van. En als ik voetbal, dan vergeet ik wat ik meegemaakt heb. Dan gewoon, je lichaam wordt fris. Dan ga je douchen, lekker douchen. Adem je diep, dan... Alle stress weg. Dus daarom noem ik een soort van medicijn. Sport is iets goed voor mij. Voor mijn gezondheid. Om een beetje rustig te worden. Het is leuk. Sporten.